gaan namelijk met een viervoudig wereldkampioen skimboarden. Oeh! Maar hij houdt hem heel erg achter vast. Oeh, dat was echt heel leuk. Wow, yo! Goedemorgen jongens en meisjes, dames en heren. Ik ben met mijn mooie bolide naar Rotterdam gereden. Eigenlijk ben ik niet zelf gereden. Nikkei achter de camera heeft mij vandaag hierheen gereden, want we gaan vandaag iets heel erg vets doen. We gaan namelijk met een viervoudig wereldkampioen skimboarden, leren skimboarden. En jullie kennen dit filmpje waarschijnlijk wel. En dat filmpje gaan we vandaag proberen na te maken. Alleen dan niet daar. Dat blijkt dus heel erg moeilijk te zijn. Achter mij Adrian. Hij praat alleen Engels. Hij verstaat wel Nederlands, dus ik kan wel Nederlands tegen hem praten. Maar Nederlands... Kan je ook geen Nederlands? Een klein beetje Nederlands? Ik kan Engels. Een paar woorden. Nee. Wat kan je Hoi. Nederlands? Hoi. Ik ben Adrian. Ja, hey, dat was al genoeg. En we hebben dus bordjes mee. We gaan vandaag een beetje slootje proberen te rijden. En we hebben ook een special guest mee. En die komt dus nu hier achter aanlopen. Ja. Ik had niet helemaal verteld dat wij het dus ook zeg maar in vieze sloot gaan proberen. En hij is best een luxe paardje, dus het wordt nog leuk. Zin in, grappie? Jezus man. Je bent nu al moe van het lopen. Ja. Heb jij bedacht dat je wel in zo'n soort sloten gaat liggen vandaag? Ja, liggen niet. Ik ging er overheen, toch? Ja, je gaat er alleen overheen. We gaan even kijken of we hier gaan beginnen, want er zit hier een klein randje in het water. Maar als het goed is, zouden we vandaag, ik in ieder geval, Danny is altijd een beetje de vraag, over een sloot heen moeten kunnen wakeboarden, skimboarden. Oké, we zijn nu bij het plekje waar we het gaan proberen. Het is een heel klein slootje, leek mij. Ik zeg, volgens mij spring je gewoon op het bord. Staat aan de overkant klaar. Easy. Hij zegt, je gaat het niet halen. Nou, challenge accepted, hè? Danny, wie gaat eerst? Oh nee, wacht, trouwens. Dus doe jij het maar eerst voor hoe het moet. Nee, Danny gaat eerst. Nee, laat het gewoon niet voor laten. Danny, wij gaan eerst. Ga maar. Ja, wij gaan steenpier schaar. Ja. Dit is leuk. Steenpier schaar. Kut, ik moet eerst. Oké, we gaan het gewoon proberen. Good luck. Okay, yeah? there's two ways you could possibly do it. The easy way or the hard way. The hard way is to go straight how I do it. Run, drop, get on the board. Yeah. That's harder. If you want to do the easier way first, I keep the board in the water. All you got to do is run and jump on it. Nou, we gaan gewoon gelijk voor de moeilijke toch. Boeien. Yeah, so you run and when you get on the board, make sure you kind of in one step. Because yeah, normally when you're a skimboarder, you run behind the board, so you have to make sure the last foot touching is your right leg. But don't think about it too much. If you think about it too much, you're gonna get confused in your head. Ik raak nu al in de war, terwijl ik nog niets aan het doen. Don't think about it. Just run, drop the board. Jump on, bend your knees. Dit gaat echt fout, dit gaat fout. Ik ben wel op de helft. That wasn't bad. That was pretty good. Oké, wacht. Dit gaat goed komen. We gaan het nog een keer doen. Oeh. Hey, die was oprecht. Best wel oké. Oh my god. Ik trapte gewoon een boordscheep. Oeh. Hey, die was wel goed, hè? Zet hem op, Danny. Die komt helemaal goed. Kom op, geef alles wat je hebt. Okay. Ja. Hey, ging goed, toch? Voor de stuur? Best netjes. Je raakte wel op boord. Ik heb dit eens één keer gedaan. Toen ging die schuin zo tussen mijn benen. Dus ik ben blij dat dat nog niet is gebeurd. Nieuw bordje, nieuwe kansen. Ga maar. Ja, samen. Deze is lastiger. Hij drijft niet zo goed. Oeh, die was echt heel dichtbij. Ja! Als ik het andere bord had gehad, had ik hem gehaald, denk ik. Oeh. Ik sprong wel, maar ik haalde hem niet. Hoppa! Tien tries verder. Het is echt moeilijker dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat ik de overkant er wel zou halen. Van Danny had ik precies dit verwacht. Ja! Auw! Mijn scheen op de rand! Scheiße! Oh, die zag er best wel goed uit. Hij gaat hem op het verdere stuk proberen. Had hem wel bijna. Oeh. Volgens mij vindt hij het kouder dan dat wij het vinden. Hij is het niet gewend. Nee, maar eerlijk, hij haalde hem nu gewoon al op een anderhalf keer zo ver stuk in één keer bijna. Ja, dit, maar hij rent. Ja, maar hij is professional, hè? Dat moet je niet vergeten. Gast, ik niet dan. Je kan ook wat is nou het worden. Verschil? Wat gooit hij anders? Ik snap niet wat ik fout doe. Ja, ik moet meer naar voren leunen, zegt hij. Maar hij doet het zo makkelijk ook. Hij maar hij rent en hij gooit en daarna ga naar de overkant. Ja. En mij zegt. Wah. Maar hij houdt hem nu achter vast. Oeh, dat was echt niet.
Dat weet ik ook kunnen. Maar houd hem anders vast. Dat is misschien ook nog. Hij heeft zijn bord meer voor zich. Ja. Het zal vast geen reden uitmaken met, maar ik ga toch proberen of het dan wel lukt. Net niet. Hij heeft de gast. Je maakt er bijna die het beesten dood. En woop, 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 woop. Ja. Telt, sowieso. Oké, als ik dit zo zie, heb ik het gevoel dat ik het bord meer achteraan vast moet houden, harder moet rennen en gewoon YOLO mode moet gaan. Dus ik ga het nog een keer proberen. Nee, toch niet. Ik viel dus net. Hij zat me net te vertellen, je moet niet nadenken als je rent. Als je nadenkt als je rent, ga op je bek. Ik denk na, ik zet mijn voet gewoon niet eens op de kant, maar op het water. En ik viel met mijn scheen dus op een paal in het water. Alleen ik voel vanaf hier tot en met hier... Het ziet er ook wel roerig tot en met uit. Hier mijn scheen niet. Oh, ik dacht dat dit allemaal oude vlekken waren van scheenbeschadiging, maar het waren geen oude vlekken. Nee, dat is echt net gebeurd, ja. Het ging net zo slecht. Goed. Scheiße! Bokerlast. Zwaar respect voor Adrian dat hij dit kan. Nog drie keer. Drie keer probeer ik het. Als ik dan niet haal, dan ben ik verslagen en dan vind ik het geen leuk sport. Ik vind het wel leuk, maar dan kan ik het gewoon niet. Helaas. Blijf maar in de sloot liggen. Wat een kut laatste keer. Hey. Nee, dit kan echt niet. Doe nog maar één keer. Dit is echt zielig als laatste keer, dus doe nog maar een keer. Nope. Niks voor mij dit. Hoe voelt het nou om niet alles te kunnen in het leven? Kijk, het ding is, het ging niet echt bagger, maar het ging ook niet goed. Het ging gewoon bagger dus. Nee, het ging best goed. Je hebt echt bijna de overkant gehaald net een paar keer. Ik ben echt verslaagd. Maar jij wil het gelijk gewoon super goed kunnen en dat kan hij zei, altijd. Hij zei dat dit mogelijk zou zijn om hier de overkant te halen. En het is één keer maar half gelukt. Oké, we zijn er klaar mee. Of tenminste, ik ben er als laatste klaar mee deze keer. Of was er na drie keer al klaar mee. Ik denk even wat gaan eten. We lopen nu weg. Ik voel mijn grote teen dus niet meer. Is dat fout? Welke grote teen heb je dan nu? Ja, die daar. Nee, ik voel mijn linker grote teen niet meer als ik loop. Is dat met diezelfde scheenbeen? Die ja, het is wel diezelfde scheen. Dus we lopen nog wel een half uurtje verder. Als ik hem nog steeds niet voel, dan moeten we misschien vanmiddag even naar de dokter. Maar we hebben een leuke dag gehad. Of leuke dag. Het was eigenlijk echt maar een half uurtje tot een uurtje wat we nu hebben gedaan. Maar je gaat wel helemaal dood van. Het is echt best wel zwaar. En ik ben ook bang dat ik wel een beetje ziek ga worden misschien. Want ik heb echt heel veel bacteriën binnengekregen. Hij gaat eventjes uitkijken over uitpraten. En wij gaan even lekker wat eten. Dus zijn Instagram staat hier vast in beeld. En dankjewel voor het kijken naar dit stukje. Ga nu weer de saaie vlog in. Grappie, ik dacht dat je bij een Rolls Royce kilometers beenruimte had. Ja, ik ja. Chauffeur hoort mij ruimte te geven, hè. Hey Danny, staat hier een parkeerbordje of zo dat je hier mag parkeren? Nou, op het begin stond er zo'n bord met zo'n kruis dat je mag parkeren, van, toch? Hier, dit is het, op een kruis mag ik parkeren. Ja. Oké, ik ben blij met vandaag. Het heeft een beetje progressie geboekt. Ik had eigenlijk verwacht dat we meer plekken zouden doen, meer zouden kunnen doen. Maar ik ben oprecht op. Ik ben dood. Het kostte zoveel energie. Ik heb zoveel snot, water, viezigheid in mijn neus gehad dat ik ook echt klaar mee ben. Dus we gaan gewoon eten, we gaan chillen vandaag. Het was leuk. We zitten even lekker, we gaan even wat eten. Maar ik tril en ik tril echt nooit. En ik denk dus dat dit komt. Of omdat ik vanochtend 9 uur pas heb gegeten en nu 4:30 is. Of omdat het slootwater ons van binnen infecteert en we zo meteen doodgaan. Jij hebt het niet, hè? Nee. Jij hebt even laten gegeten als ik. Ja, ik heb wel honger. Maar voel jij je helemaal oké of niet? Ja, ik voel me wel oké, maar ik tril wel, zeg maar. Weet je. En dan weet ik niet of ik dit nou heel spannend vind om hier met jullie te zitten, zeg maar. Nee, maar ik voel me wel een klein beetje, zeg maar, dat ik niet helemaal 100 voel, zeg maar. Dus ik hoop dat zo meteen na het eten dat het goed gaat. En anders ben ik morgen ziek. Dat is een goeie, zou ik eens kijken. Ja, volgens mij voel ik hem wel weer. Ja, volgens mij gaat het meteen weer goed. Wat heb je gedaan? Danny laat met zijn telefoon zien. Mogen we als een nieuwe keuken? Ja. Oh, flikker! Kijk in de video. Ik had in mijn video gezegd, hey, mijn keuken is echt kut. Wil je Danny even een DM sturen dat ik een nieuwe keuken heb? Oh, tyfus, het zijn er ook echt gewoon fucking lot. Bro, die video die staat nu nog net een uurtje online. Als we even het bonnetje checken. Nike en ik hadden allebei een falafel. €16. Danny had wagyu van €37 en Peking van €30. Jij hebt over €70 gegeten en wij hebben samen voor €32. Verschil moet er zijn, bro. Vegetarisch is goed voor je portemonnee, gaf. Ja. Hey, gas vol gas. Maar je kan niet vol gas. Nee. Ah, Danny, nee.
Je bent wel slecht in drag racen, mevrouw. Ja, omdat hier is de weg afgelopen. Dat is toch zijn probleem? Het was zijn weg, of niet die van ons. Ja, ze zijn zelf even rijden, joh. Ja, dat mag ik dus niet. Hé, hey, meneer. Hey, okay. Jullie reden mij er niet uit. Oh, er komt een bocht aan. Ja, je durfde niet vol gas, hè? Dat was niet vol, toch? Nee, dat was niet vol, maar er kwam een bocht met waar stond 30 km per uur. Dus ik dacht van, ja. Ik ga niet 130 meer. Kwart gasje, je rijdt me er nog niet uit. Was jou geen kwart gas? Kwart gasje. Hou je bek. Kwart gas. Ik ben echt benieuwd, wie zou er sneller zijn? Ik denk echt dat het niet veel scheelt, hoor. We doen tot 50. Switchpalen, hè? Nee, geef helemaal bij de... Oké, 3, 2, 1, go, vol! En ik heb bij heel veel plekken in Nederland, als ik er langs rijd, dat ik dan zit van oh, hier heb ik een slechte herinnering, hier heb ik een slechte herinnering, hier heb ik een slechte herinnering. En dan denk je, waarom slechte herinnering? Boetes. Laatste keer dat ik in Leiden, of nou niet de laatste keer, een keer geleden toen ik met mijn RS3 reed, toen ik de kleur van mijn boete heb gehad, die bijna iedereen van jullie wel heeft gezien, want dat is zo'n groot topic geworden, dat ik staande werd gehouden hier bij dit tankstation. Bij dit tankstation, hier werd ik ergens door de politie, kreeg ik een stoppolitie volgen, moest ik hier staan. En toen ben ik genaaid omdat ik een kleur of een boete kreeg, omdat de kleur van mijn auto anders was dan op mijn kenteken stond dat mijn auto gerapt was. Dus als je ooit je auto rapt of zelf gaat spuiten of weet ik wat, geef het even aan bij de RDW. Je krijgt een nieuw kentekenbewijs met de goede kleur erop, maar anders kan je dus een boete krijgen, is €250. En ik heb hem moeten betalen. Ik heb hem niet gewonnen toen ik hem aanvocht. Hey Danny, mag ik dat vragen? Ga je op vakantie toevallig of niet? Ja. Nou, dat vroeg Nike, waarom je zo'n lelijke skikoffer op je zak hebt? Lelijk. Ik zei, hoort dat? Of... Ze zegt, hoort dat? Ik ken bezig voor als op vakantie gaat dan. Ja, elke dag vakantie. Ja. Ja, dat is mooi toch? Maar ze vond het niet zo mooi. Dat zei ik helemaal niet. Dat zei je wel. Jij gelooft mij toch? Ja. En we sluiten de dag eventjes ietsjes beter af dan in een modderpoeltje in Rotterdam. Maar in een zwembad van hoeveel? 35 graden? Het is echt heerlijk. We zitten gewoon al anderhalf uur in gewoon te chillen en niks te doen. Je hoeft gewoon niet te zwemmen warm te blijven hier. Heerlijk gezwommen en gechilled. En we gaan nu duur zeggen tegen de dikke auto's. Nog even één shotje voor de carspotters dan. Eventjes om het af te leren. De Lamborghini. 800 of 900 pk met de dakkoffer. Niet normaal. En dan nog de Rolls Royce. Blijf gewoon altijd als ik bij Danny ben een klein beetje carspotter. En natuurlijk de dikste BMW van Nederland. En dat was de vlog. Ik ga naar huis. Ik ga slapen. Doei!